Hey allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe aflevering op Paardenpraat TV. Ik ben vandaag bij Bente en wij gaan vandaag een fotoshoot doen. Vandaar ook onze matchy kleding, outfits en alles. Ja. En we hebben iets super tofs, want we hebben ook nieuwe merchandise die we vandaag op de foto gaan zetten en aan jullie laten zien. Ik dacht misschien zeggen, we hebben iets super tofs, want Halloween is mee. Die is hier dus nog nooit geweest. Ook. Wat ook super tof is. Ja, zeker. Als je wil meekijken achter de schermen met ons fotoshoot, dan moet je even blijven kijken. Ja. Oké, okay. We moeten zorgen dat Halloween goed zichtbaar is. Ja. Ik moet een beetje zo. We kunnen ook een beetje zo, maar dan zie je hem net niet bij mij. Of zo, zo kan ook. Ik heb mijn telefoon hier, oh mijn god. Echt amateurs. Ben, doe jij naar voren? Ja, deze raam. Oké, is goed. Oké, kijken jullie naar mij? Lachen alsof we heel veel plezier hebben. Ja, top. Maar als je het hele kontje wil, dan moet je... Ik kan hem ook uitleggen. Ja, doe maar eens uit. Hoe? Kontje. Ik beweeg niet. Sta stil. Ja. En dan mag jij even wijzen naar het kontje. Wacht. Ik ga het even doen. Oh, wat? Ja, top. Wow, Helly. Cute. Toch schattig. Wow. Okay. Het is echt satisfying om te zien zo, met haar hoofd erbij. Tok. Je moet even naar school toe, Pieter. Kom maar. Pieter is eigenlijk wel leuk, hè? Dan hebben we gewoon een kleine Pieter. Nou jongens, ik heb Pieter nog maar pas en hij mocht nu al model staan voor de socials. Vind je het een beetje leuk, Pieter? Oh, wat een poepie ben je ook. Okay, duimpje omhoog voor Pieter als jullie hem ook knap vinden, want daar is hij. Oh. 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 Hij gaat echt rennen. Oh, niet lachen, Esra. Oh nee, maar ik ga niet serieus kijken. Nee, je keek juist heel goed. Je keek heel leuk. Je krijgt goed te eten hier volgens mij, stelt Esra. Dit soort ruwwiel geeft een portie extra energie om de dag van morgen nog beter door te komen. Of niet? Zo lelijk als je... Ja. Ja. Zij kijken. Kijk. We hebben net ook foto's gemaakt voor onze nieuwe winactie. Binnenkort te zien op onze Instagram pagina voor ons nieuwe boekje Winteravontuur te paard. Met daarin de handtekeningen. Van welke is van jou? Deze. En deze is van mij en deze is van Britt. Dus die kun je binnenkort winnen op onze Instagram pagina. Blijf even kijken en weet niet precies wanneer het online komt, maar wel binnenkort. Ja. Heb jij een vlieg? Ja. Oh jee. Is dat bijna mijn neus? Vervelend. Ik denk echt zo. Ja. Ik dacht, oh. Oh. Op je neusje. Sorry. Dit is lekker. Dan krijg je een zachte neus. Ja. Je ook lief. Ze draait een beetje op de oren. Wacht, sorry, maar dat was echt geen. Ga nog eens zo staan. Sorry. Ze kijkt niet. Kom. Nee, loopt. Zit je lekker? Nou ja, zit je nat hier?
even dat ding. Ja, goed zo. Niet te ver, denk ik. En dan mag je een beetje terug. Wow, hoezo geeft hij hier niks om? Hij vindt dat ponnetje wel leuk. Zal ik die halen? Ja, kan dat ponnetje nog een keer komen. Kan die kant staan? Ja. Van jou. Instant. Hoppa! Zo. Nog jongen. Ja, de wind! Ja hoor! Ja! Lekker! Ja, ja. Top! Ja! Lekker. Ik wil eens kijken, want ik vind die polo zo mooi. Hij is ook heel mooi. Oké, we hebben net de foto's vanaf de grond gemaakt en nu gaan we de paarden opstaan en gaan we ook nog even op het paard zitten, want we hebben echt een dekje wat er echt super mooi bij matcht. En ja, ze hebben een beetje last van de vliegjes vandaag, maar de foto's zijn echt zo mooi geworden, dus we gaan even naar Esra en kijken of ze al klaar zijn met opstaan. Ja, Lee, je hebt het ook zo zwaar. Oh. Nou, joh. Dit zijn de nieuwe kleuren polo's. En hoe vet zijn ze, Esra? En de petjes. En de petjes, niet te vergeten. Een heel setje hebben we bij elkaar. Ja. En de kleurtjes zijn echt heel mooi. Ik durf wel te zeggen dat dit mijn lievelingskleur is van die zijn uitgebracht. Ik twijfel tussen de groene en deze. Die was toen ik zag ook echt, dat ik denk yes, maar blauw is gewoon mijn lievelingskleur. Echt voor de zomer, echt voor het voorjaar. En ook, ik vind dus ook hele mooie wedstrijdjes voor... shirtjes voor op de wedstrijden. Ja, voor onder je jasje. Ja, op je witte rijbroek. Maar ook om te trainen staat hij super vet. Ik ben er heel blij mee. Ik ook. Laten we foto's maken. Ja. Wacht, oh, stop. Nee, wacht, die moet opnieuw. Ik ga me nog expres. Drie, twee. Ik heb niet echt per se een stiekje bij de hand, dus wat ik dan wel eens doe is een paardenelastiekje. Maar ik heb net mijn haar helemaal zo gekruld, dus ik hoop dat hij niet knapt. Het zit. Nou, snel mijn cap op, want die ziet er niet uit. Nu wel, hè? Oh ja, je hebt het. Vet, hè? Ja, ja, heel blij. Ja. Zo, laat even een dikke scheet. Dit matcht leuk. Wow! Dikke hommel! Oh, sorry. Oh, die vindt daar leuk. Ja, die vindt daar leuk. Weet je wat je ding leeg. It's a wrap met kip. Nee. Het is wel woensdag, vrijdag. Alle foto's zijn gemaakt en ik ben echt super benieuwd naar het eindresultaat. Ik heb twee foto's al gezien. Daar heb ik ook een foto van gemaakt met mijn telefoon. En die zien er echt super tof uit met alle kleurtjes. En dan dat lichtblauw en ja, dan die mooie mooi. Ja, heel vet. Want alle foto's krijgen jullie te zien op het Insta-account van Paardenpraat TV. Dus ben je nou benieuwd naar alle foto's die we vandaag hebben gemaakt, dan moet je even Paardenpraat TV volgen op Instagram. Ja, en dan zie je daar alle foto's, ook op Facebook. En misschien dat er zelfs wel iets van een
poster komt. Of een nieuwe trui met een foto erop. Of een... Laat even weten in de reacties wat jullie graag zouden willen zien met deze foto. Ja. Is er een product? Is er een... Wil je dit aan de muur? Is dat vind het ik een goede. Wil je het op je t-shirt? Wil je het op je pet? Wil je... Laat me even weten. Ik ben heel benieuwd naar jullie input en jullie creativiteit. Ja, ik ook. Ben je nog terug of was het het? Nee, dit was het. Volgens mij zijn we klaar. Wij gaan lekker worstenbroodjes eten. Ja, zin in. Ik heb heel veel honger. Ik ook. Heel erg bedankt voor het kijken en we zien jullie volgende week weer. Doei! Doei.